Hi, ik ben Karel van Koppen. Ik woon in Geldermals aan de Hoge Hoeve. Bij mij om de hoek op de Koningsweg is een huis dat met Koninginnedag en met Kerst en Oud en Nieuw altijd heel erg versierd is. Zelf ben ik nog niet met een stok te bewegen tot het ophangen van een slinger. Dus ik ben heel erg benieuwd wat deze mensen motiveert om hun huis zo uit te rusten en zo te versieren. Hi. Hallo. Ik ben Karel van Koppen. Ja. En ik doe mee aan een project van de NCRV achter de voordeur. En ik zou willen vragen of ik eens bij jullie achter de voordeur zou mogen kijken. Omdat jullie je huis altijd zo mooi versieren. Ik ben met een stok nog niet ertoe te bewegen. En zouden we daar eens over door mogen praten? Man, we zitten helemaal in een rotzooi. Ja, dus nemen die ook meteen mee. En mijn vriend is niet aangekleed. De NCRV. Van een blik achter de woning. Een blik achter... Hallo. Hoi. Ik kom van de NCRV met de vraag of ik eens bij jullie achter de voordeur mag kijken. Omdat jullie altijd jullie huis zo versieren met Kerst en met Koninginnedag. En ja, ik doe het zelf eigenlijk nooit. Dus dat intrigeerde me heel erg. Ja, het is alleen een zoortje hoor. Nou ja, dat is op zich niet erg. Moet toch dan? Ik kan zitten straks. Weet je waar jij wil gaan zitten? Want ja, 30 juli gaan we trouwen, dus dan is het wel versierd. Dan is het wel allemaal versierd. Jullie gaan 30 juli trouwen? Ja. Oké. Okay. En dan was het wel allemaal versierd hier binnen ook. En daarom zijn jullie nu aan het versieren. Het is... Het opknappen. Er wordt hard geverfd. Ja. Wat vinden jullie van deze buurt? Stil. Stil? Ontzettend stil. Te stil? Ja, te stil. Ja. Hebben jullie plannen om te verhuizen? Ja. Waar naartoe? Tilburg. Kijk, hier probeert zoveel mogelijk toch met elkaar iets gezelligs ervan te maken. Maar ja, als je geen medewerking krijgt van anderen, ja, dan houdt het op. En dan moet je het gewoon voor jezelf doen. Voor jezelf doen, betekent dat ook met Kerst en Koninginnedag die versiering? Ja, in die struik zit verlichting in. Over de busjes zitten erin. Die twee boompjes die voor staan, zit er verlichting in. Nou, dan hier het huis zelf. Alle accessoires die we normaal hebben staan, gaat er allemaal naar boven toe. En dan is het alleen maar Kerst. Hoe lang doe je dat al? Zo oud als ik er een beetje ben, dat heb ik van thuis uit meegekregen. Want mijn moeder deed het vroeger al. En dat is bij mij altijd bijgebleven. En ik heb het nog steeds. Wat doen jullie in het dagelijks leven? Behalve schilderen nu, maar... Normaal, Theo die zit dan in de WO door omstandigheden dan. En ik zit vanaf februari in de WO. Oké. Okay. Helaas. Helaas, want? De klachten of dat je niet meer kunt werken? Nou, gewoon lichamelijk kon het gewoon niet meer. Oké. Okay. Wat deed je voor werk? Ik werkte met geestelijke en verstandelijke gehandicapten. En Theo, wat deed Theo voor werk? Die deed vroeger tuinieren en tuinderijen. Wat voor bloemen zitten erin voor werk? Kun je eens aanwijzen? Even kijken, rozen. Dus volgens mij papoen. Dit zijn, ik zal het begon niet weten. Hou hem heel. Ik ben tuiner geweest. En jij kent al de bloemen? De meeste wel. Jij doet ook hier de tuin? Ja. Waar doe je het mee? Bloemen uit de tuin, kunstbloemen? Nee, dus, die koop ik gewoon in de winkel. Ja, dan moeten ze dan nog schoongemaakt worden. Maar... En dat zijn kunstbloemen? Ja, van het jaar eigenlijk hebben we niet veel in de tuin gedaan. Omdat we dus met de plannen van verhuizen zitten. Wat verwachten jullie van gaan trouwen? Gezelligheid. Mooi weer. Dat sowieso al.
kijk, gezelligheid, dat hoort er sowieso al bij. Is het belangrijk voor jullie om getrouwd te zijn? Nou, belangrijk. Wat is belangrijk? Kijk, waar je naar kijkt is gewoon qua toekomst. Als er eentje wegvalt, dat andere toch goed achterblijft. Het houden van. Okay. Daar doe je het voor. En er zijn er maar weinig die dat hebben. Houden van. Wat is dat? Dus met de liefde zit het wel goed? Oh ja, ja. Zeker. Oké. Okay. Nee, dat is goed. Oké, okay. En jullie gaan samen naar Tilburg toe. Wat hebben jullie met Tilburg? Ik heb er 20 jaar gewoond. Oké. Okay. En we zijn voor 10 jaar terug, ruim 10 jaar terug, zijn wij dus met mijn voormalige partner, ben ik dus deze kant de Betuwe opgekomen. Helaas, vandaag de dag is het 10 jaar geleden dat hij overleden is. Uitgerekend vandaag? Uitgerekend vandaag, ja. Is het 10 jaar geleden dus dat hij overleden is. En nou is het, toch weer proberen toch weer terug naar Tilburg te gaan. Okay. Want ik vind een stad toch beter als een dorp. Ja. Het uitgangsleven voor ons soort mensen is beter als, als hier. Ons soort mensen. Ja. Kijk, we zijn allemaal mensen. Maar, we zijn allemaal van vlees en bloed. En, het is geen ziekte, je wordt ermee geboren. Het zit in de genen. Ja, en de mensen denken allemaal dat het gewoon ziekelijk en besmettelijk is. Nee. Luister eens heel goed. Heb je zelf kinderen? En dan zeggen ze meestal, ja, wacht daar nou eens af wat daaruit komt. Want misschien heb je er zelf wel eentje tussen zitten. Want in elk gezin zit er altijd wel één of twee tussen. De hele straat weet het verder. En, ja, we hebben dus nergens geen problemen mee. Nee hoor. En als hun een probleem hebben met ons, dan hebben hun een probleem en niet wij. Mag ik iets heel privés vragen? Ja. Toen je partner overleed, hebben ze dat ook ervaren als jij wordt weduwnaar? Toen mijn partner overleden is, hebben ze ervaren toen ik weduwnaar was. Dat weet ik zelf niet, want ik heb 3 maanden in coma gelegen. Door dat gebeuren? Ja. Dat is heel hevig. Ja. Je hebt ook zijn begrafenis dan niet? Nee. Oei. Helemaal niks. We zijn de ravijn ingestort op deze datum. Hij zei partner was op slag dood, hij kantje boord. En de mijne die is 3,5 jaar, bijna 4 jaar overleden al langer. Dus jullie zijn alle twee al een vriend verloren, ja. En hebben elkaar weer gevonden. Ja, ja, het leven gaat verder, hè. En dat probeer je er toch wat van te maken waar je er van maken kan. Hebben jullie een foto van ze staan ergens hangen? Ja. Ja? Die was 10 jaar met hem getrouwd. Ja. Jeetje. Ja. Dan was je er heel vroeg bij om te trouwen, denk ik. Een van de eerste die trouwde. Bijna. Er was nog 2 stellen zijn er voor geweest. Dat is de mijne. Was? Was de mijne. En we waren dus op vakantie in Oostenrijk. En er kwam een toerencampus eraan. En die komt naar boven toe en wij zullen naar beneden gaan, weer naar onder toe, om terug naar Holland te gaan. En toen ik heb dus die schep ons en ik duw ons de ravijn. En dan word je wakker en heb je dit meegemaakt. En dan is alles weg. En dan word je wakker en dan is alles weg. Nee, niks meer. Ze zitten hier. Ze zijn er altijd bij. Kijk, vergeten doe je ze niet. Sommige mensen denken van, je bent kwijt. Het leven gaat door. Het leven gaat ook inderdaad door. Maar waar je van gehouden hebt, zit toch in je hart. En daar gaat het om. Zo, de grote besierders van de Koningsweg blijken dus 2 mannen, Theo en Bert, die alle twee in het verleden iets heel heftigs hebben meegemaakt. Achter de grote besiering met kerst en met Koninginnedag gaat dus heel veel schuil. Gelukkig hebben ze ook op 30 juli een bruiloft voor de deur. Heel veel geluk, Theo en Bert.